Iedereen, welkom bij deze online demonstratie over de Steiger-bibliotheek. Mijn naam is Benny van den Berg. Ik ben Building Solutions Consultant bij Cadix. En vandaag mag ik jullie meenemen in de Steiger-bibliotheek. Ik heb er de afgelopen tijd in meegekeken. En vandaag ga ik jullie een demonstratie geven hoe je deze bibliotheek kan toepassen. Als jullie het geluid willen regelen, links onderin zie je namelijk binnen Zoom namelijk jullie instellingen. En links onderin zie je namelijk ook dat daar ook de settings staan voor bijvoorbeeld hier dat knopje omhoog voor de test speaker. Daar kun je die vinden. En die kun je dus daar vinden uiteindelijk. Nou, dan kun je dus ook geluid aan en uitzetten. Maar als het goed is, zie je ook altijd als je inlogt dat je een pop-upje geeft met dat je je geluid aan en uit kan zetten. Nou, deze meeting wordt verder ook opgenomen, dus je kan hem later altijd terugkijken. Maar voor nu zijn dit dus de instellingen. Ja, jullie geluid staat uit. Mocht je wel vragen hebben of opmerkingen tijdens de webinar door, dan kan dat. Dan mag je ze stellen via de chat en dan zal ik kijken of ik daar tijdens het webinar tijd voor heb. En anders beantwoord ik deze altijd achteraf. Nou, wie is Cadix? Cadix is een ATC-bureau. Wij geven in alles wat met autotest te maken heeft trainingen en verzorgen daar oplossingen in. Dat zou betekenen dat ook deze Steiger-bibliotheek dat onze oplossingen wordt. Deze Steiger-bibliotheek hebben we eerder gemaakt voor een Steigerbouw in Nederland. En daarin gaan we nu eigenlijk verder dat we deze ook breder in Nederland willen inzetten. Vandaar. We zitten ook in de verschillende werkvelden. Werkvelden zoals, ik zit zelf meer in de bouwkant en de civiele kant. Maar ook de werktuigbouwkundige kant en de installatiekant zijn wij ook actief. Dat is een beetje de disciplines die we ervoor pakken. Nou, we hebben tegenwoordig ook een Cadix Support. Dat is een soort van prepaid systeem. Stel je wil support van ons hebben en je hebt veel vragen door de week. En je denkt, hey, kan wel handig zijn als iemand met ons meekijkt. En ik wil graag snel antwoord op deze vragen hebben. Kun je altijd bij ons terecht hiervoor. In deze webinar maak je gebruik van Revit 2021. De laatste versie maak je er gebruik van. En van onze eigen Steiger-bibliotheek. En zoals jullie misschien al hebben gezien. Hebben we een mooi filmpje als promo laten zien. En die wil ik vandaag ook bij jullie even laten zien. Ik zal het geluid iets zachter zetten. En daarmee wil ik starten.
Goed, dat was ons promofilmpje van de Steinbibliotheek. Nou, in deze webinar wil ik het volgende met jullie gaan behandelen. Namelijk, wat zijn de voordelen van deze Steinbibliotheek? Het promofilmpje bezoek veel, maar wat zijn de voordelen uiteindelijk ervan? Stond er ook in. Maar ik ga straks nog een keer laten zien. Wat zit er in die Steinbibliotheek? En hoe werkt de Steinbibliotheek? En ik ga daar een kleine demonstratie op geven hoe je de Steinbibliotheek kan gebruiken. En dan vooral uit de modelleurkant, oftewel de werkvoorbereide kant. Hoe je hem dus daadwerkelijk ook toepast bij bijvoorbeeld een gebouw. Nou, de voordelen. Het eerste voordeel is eigenlijk dat je plaatst snel en accuraat je steigermateriaal rondom je gebouw. Namelijk het stukje accuraat. Je weet precies hoeveel je nodig hebt. Je kan precies de hoeveelheden eruit halen. Je hoeft eigenlijk nooit meer met veel te veel materiaal op de bouwplaats te staan. Of juist te weinig. Je kan eenvoudig je materiaal ook, of je steigers ook aanpassen. Je kan aanpassingen doen of juist verplaatsen in verschillende faceringen. Controleer visueel of via clash detectie. Het mooie van het 3D modelleren is altijd dat je direct ziet wat je maakt, op welke positie je komt, welke plaats in die komt. En je kan ook eigenlijk gelijk zien waar die in het model dus ook staat. Het telt automatisch een materiaallijst voor je op. Dat is een hele belangrijke. Je kan precies zien hoeveel voetplaatjes je nodig hebt. Je kan precies zien hoeveel voetstukjes je nodig hebt op de bouwplaats. En ja, dat is eigenlijk wel een heel groot voordeel hieruit. En de laatste, wat eigenlijk ook een hele mooie is, is dat hij hem automatisch, wanneer je deze bibliotheek gebruikt, eigenlijk automatisch ook jouw berekeningen eruit kan halen. Omdat in het materiaal, in de families, zitten ook automatisch de berekeningen ingebouwd. Nou, dat zijn de grote voordelen. Wat zit er in die Steinbibliotheek? Nou, daar wil ik jullie een klein stukje van laten zien. En dan zal ik heel even switchen van het scherm. Namelijk deze wil ik erbij pakken. Wat zit in die Steinbibliotheek? Nou, er zit een, als ik hem aanklik, zie je hier een stukje diverse zie je hier staan. Er zitten bijvoorbeeld voetstukjes in. Er zitten bijvoorbeeld voetstukken, hier voetstukjes. De voetplaatjes zie je erin zitten. De spindels zie je zitten. De staanders die hier staan. Kantplanken. Liggers die hier liggen. En je bijvoorbeeld vlonders, planken. Maar ook tralie onderdelen die zie je erin staan. Stempels zie je er staan. En eigenlijk zie je al het materiaal wat je maar kan bedenken eigenlijk rondom het stukje steigerbibliotheek zit er eigenlijk in. En wat er eigenlijk niet in zit, kunnen we altijd op dat vlak nog iets in betekenen en bijmaken. Maar vanuit deze bibliotheek wordt er al eigenlijk veel uitgewerkt. En die wordt er dus ook daarvoor ook gebruikt. Nou, dit zit er dus allemaal in de Steinbibliotheek. Zoals hier de trappen bijvoorbeeld ook nog, kantplanken. En dit zijn dus de onderdelen van Blitz die er bijvoorbeeld nog in zitten. Het kan zijn dat je maar een bepaalde onderdelen uit de bibliotheek wil. Dat is ook altijd mogelijk. Of hier juist voor de evenementenbouw hebben we ook nog onderdelen zitten. Nou, er zijn heel veel onderdeeltjes. Ik ga ze vooral laten zien in de praktijk straks. Dus we gaan ook daadwerkelijk het gebouwtje maken vandaag ook. Hoe werkt zoiets nou en hoe gaan we nou die Steinbibliotheek toepassen erin? Dus wat zit er in de Steinbibliotheek? Ja, meer dan 250 onderdelen. Eigenlijk heel veel onderdelen zitten erin. En die wil ik voor jullie ook straks laten zien. En vooral laten toepassen ook. Hoe werkt die Steinbibliotheek nou uiteindelijk? Nou, we gaan eerst een modelletje erbij pakken. Stel je bent op een project bezig en je hebt een refermodel of je maakt zelf een model. Dan kun je dus eerst het model linken. Dat ga ik zo ook laten zien hoe dat werkt. Daarna moet je de stramielijnen plaatsen rondom je gebouw. Waar wil ik uiteindelijk mijn steiger bestaan? Dus dan maak je een stramielijn en hier zie je dat hij de steigerbreedte heeft. En de liggenbreedte zie je daar weer tussen. Ga ik straks ook laten zien in de praktijk hoe dat er in elkaar zit. En stap 3, de voetplaatjes plaatsen. Nou, dan zie je rond voor je gebouw al de voetplaatjes staan. Daarbovenop wil je misschien de voetstukjes hebben. En als je dan verder kijkt naar de voetstukken, wil je de staanders erbovenop plaatsen. En er zit eigenlijk een beetje een werkwijze in die we erin hanteren. Volgende is de liggers ertussen plaatsen. Nou, en dat kan allemaal in 3D gedaan worden. Dus je ziet ook wat je doet. Je ziet ook daadwerkelijk dat je die steiger ook aan het opbouwen bent. En zo kan je eigenlijk ook onderdeel er ook bij pakken. De volgende stap is namelijk de vlonders plaatsen. Nou, een keer de vlonders ertussen plaatsen.
kunnen roosters zijn, het kunnen stijgerplanken zijn. Daarin kan je variëren. Schoren om de stevigheid, de diagonalen erin. En uiteindelijk zie je diverse onderdelen die je kan plaatsen. Nou, dat kunnen dus ankers zijn, maar die kunnen ook consoles zijn. Er zitten verschillende onderdelen ook in. En dat wil ik vandaag met jullie ook laten zien. En dat wil ik doen aan de hand van een korte demo. En daarvoor wil ik dit volgende modelletje gebruiken. Dat is een 200 kampwoning. En in mijn demo wil ik graag het onderdeel rondom het hoofdgebouw zetten. Die ga ik er vandaag dus ook bij pakken voor jullie. Nou. Deze kan weg. Ik wil de volgende even bijpakken. Dit is het modelletje dat ik ga opbouwen. Ik begin straks ook van scratch. Dit is een modelletje waar bijvoorbeeld al wat... zijn begonnen de voetplaten, de voetstukken erbovenop, de staanders, de vlonders, de liggers, de diagonalen. En ja, die wil ik met jullie ook gaan opbouwen. En dan kun je ook zien hoe bijvoorbeeld de werkvoorbereider dit stukje ook in elkaar moet zetten. Want nu zie je in één keer van ja, het is klaar. Dat is heel erg leuk. Maar hoe werkt dit nou uiteindelijk? Hoe kan je hier aan beginnen? Dus daar wil ik jullie ook in meenemen uiteindelijk ook. Dus deze sluit ik ook af. Ik begin helemaal vanaf scratch. En dat is naar deze namelijk. En het eerste stap is namelijk altijd een model linken. Je ziet hier nog niks in zitten, alleen een stuk landschap. En het eerste moet je doen is namelijk het model erin plaatsen. Dat kan namelijk als volgt. Dat doen we eventjes vanuit niveau 0. En ik wil hier namelijk het model in gaan laden. In onze template zit automatisch deze stramienlijn al. Dus dan kan je namelijk je gebouw inplaatsen en dan kan je die stramienlijn op zijn plek zetten. Dat is de volgende stap. Eerst gebouw linken. Via insert link Revit. En dan kan ik uiteindelijk mijn gebouw dus ook linken. En ik wil namelijk mijn 200 kapwoning gaan linken. Deze. Internal tot internal. En dan zie ik hier even wachten. En hier mijn gebouw staan. Ook even 3D bekijken. Hoe ziet het nou uit dat gebouw? Dit is namelijk dit gebouwtje. En dit gebouwtje ga ik namelijk de stijgers omheen plaatsen. En rondom het hoofdgebouw. Als werkvoorbereider begin je dus eerst met de stramienlijn op zijn plek te zetten. En dat kan namelijk als volgt. Eerst kijken, het gebouw staat hier echt daadwerkelijk op 500. Want ik wil de stijger er 500 vanaf hebben. En deze kant wel. Deze kant ook. Maar je ziet hier dat er nog naar die stramienlijn naartoe geplaatst moeten worden. En dat ga ik nu ook doen. Even eentje terug. Oh, cancel. Dat is namelijk deze en deze. Deze zet ik even uit. Er zitten standaard parameters tussen dat hij de stijgerbreedte hanteert. Dus de lengte van de ligger. Deze wil ik naar de stijgerbreedte zetten. Kan ik deze erbij pakken. En dan kan ik hem hier op de zijkant zetten. Deze wil ik een afstand van 500 meegeven. En dan heb ik als eerste hier dus ook weer de stijgerbreedte gemaakt. Nou, haal ik het slotje eraf. Ga ik deze omhoog halen. Doe ik met die andere net zo. En dan ga je dus eerst de stijger of de stramienlijnen rondom jouw modelletje zetten. Daar gaan we als eerste mee beginnen. Nou, dit is de voorkant. Die hebben we nu staan. Heb ik dit onderdeel wat ik hier aan deze kant zie niet nodig. Deze hier niet. Oh, deze. Dit stukje kan ik dus nu weghalen. Heb ik niet nodig. En zo maak je dus eerst je gebouw eigenlijk pas aan de zijkant. Nou, deze pak ik. Zet ik los. Ga ik weer een stukje verslepen. Die wil ik namelijk hierop hebben. Deze hou ik los. Ga ik ook terugzetten. Nou, heb ik eigenlijk de voorkant en deze kant heb ik al geplaatst. Ga ik nu de andere zijkant doen. En deze zijkant. Nou, dan zie ik dat ik hem... Nou, tot hier komen de liggers dus. En dan kan ik me hier deze dus ook uitzetten. Die uit. Deze selecteer ik. Die zet ik ook uit. En daarin kan ik deze weer op stijgerbreedte zetten. Kan ik deze weer koppelen. Aan deze. Afstand bepalen van 0, 0 van 8. Die moest er 500 vanaf staan. En heb ik deze hier ook al geplaatst. De bovenkant heb ik niet nodig. Dat kan ik dus weghalen. En wat je ziet is eigenlijk dat ik een standaard template, die heb ik al klaarstaan. En die pas ik nu daadwerkelijk dus ook aan. En dan zal ik dus ook zorgen dat die dus daarin gekoppeld wordt.
vanuit een standaard template, dus eigenlijk elk gebouw kan je eens inladen. En elk gebouw kan je dus ook op de maat zetten, zodat die namelijk compleet erin komt. Klein stukje terug deze. Dus beginnen eerst met de gridlines. Het lijkt even wat werk in het begin, maar wanneer de gridlines op staan, dan kan het eigenlijk het wat snellere werk beginnen. Het daadwerkelijk plaatsen van de elementen ook. Ik zal deze ook even terugzetten, als we toch netjes werken. En dan kan ik deze namelijk hier weer weghalen. Nou, nu zie je al dat ik de bovenkant ook heb gemaakt. Dit is de stijgenbreedte en hier zie je de liggenbreedte staan. Alles wat ik hier heb staan, hier tussen, mag ook weer weg. Selecteer ik hem en haal ik hem weg. En dan moet ik alleen deze zijkant nog even op de plaats zetten. Nou, die komt op deze te staan. Klein stukje terughalen op die. Pak de hele zijkant. Staat misschien voor dit gebouw wat heel ver weg. Maar stel je dat het grote gebouw is het weer makkelijk dat hij wat verder staat. Dus nu staat hij rondom het gebouw. Haal ik deze hier ook even weg. En dan zie ik hier mijn stremlijnen. En dan heb ik ze dus op zijn plek gezet. Nou, dit is dus het eerste wat de werkvoorbereider dus ook gaat doen. Dus de stremlijnen op zijn plek zetten. En dan kan eigenlijk het modelleren gaan beginnen. Dus we hebben ons model ingeladen als eerste. Als tweede hebben we namelijk onze stremlijnen op zijn plek gezet. En dan kunnen we nu eigenlijk beginnen met het opbouwen van eerst een voetplaat. Dat kan ik doen via structure. Cool. En dan kan ik hier dus die voetplaat selecteren. Ga ik zoeken op mijn voetplaat. En dan zie ik hier voetplaat een buis staan en die wil ik ervoor hebben. En het leuke aan deze, wanneer je stramina op zijn plek hebt staan, kun je dus ook de add grids gebruiken. Stramina en grids zijn hetzelfde. En dan kan ik ze namelijk ook op het juiste level plaatsen. Moet ik wel even doen vanuit mijn MyFill, Benny, anders lukt dat niet. Column, voetplaat, buis, die onthoudt die add grids. En dan nu kun je wat sneller gaan werken. En dat is door de gridlijst te selecteren. Deze wil ik hebben, deze wil ik hebben. En dan zie je hier de voetplaat al staan. Finish. Ik wil ze ook in deze hebben. Selecteer ik mijn linkerzijkant. Die voor selecteren. Deze. En de rechterzijkant selecteren. En precies hier ook staan. Finish. En wanneer ik nu op de 3D kijk, zie ik al de voetplaten rondom mijn gebouw staan. Die staan dus hier al op. Nou, daarbovenop wil ik dus ook mijn voetstukjes hebben. En dan kan ik dus hier bovenop ook mijn voetstukjes modelleren. Dat kan ik doen vanuit 0-0 voetstuk. Dat level selecteer ik dan ook. En dat kan ik dan hier ook mijn voetstukken gaan plaatsen. Werk weer op dezelfde manier. Columns. Ik wil daar een voetstuk hebben. Kan ik gaan zoeken. Kan ik eigenlijk gewoon typen wat ik wil hebben. Voetstuk. Deze wil ik hebben. En dan kan ik ze weer op de grids plaatsen. En als ik ze op de grid plaats, dan kan ik ze dus weer selecteren. Deze wil ik hebben. Druk mijn controltoets in. Deze twee wil ik er ook bij hebben. En dan kan ik ze dus ook in dit level plaatsen. Daar wil ik ze plaatsen. En weer het grids. En ik wil ze namelijk ook op deze plaatsen. Die. Die. En deze. Nou, als ik ze nog een keer plaats, heb ik ze hier ook bovenop staan. En dan zie ik dus in mijn 3D view ook dat ik ze er bovenop heb gezet. Dus nu heb ik zeg maar mijn voetstuk geplaatst. Mijn voetstuk en mijn voetplaat. En nou, misschien wil ik daar bovenop wel een staander hebben. Een andere optie is namelijk dat je niet vanuit je 2D view werkt, maar ook vanuit je 3D kan je ook werken. Selecteer er eentje, rechter muisknop, select all instance. En tie in project, selecteer ik namelijk al deze onderdelen. Gooi ik ze op mijn clipboard, ga ik ze plakken en dan zeg ik aligned to select levels. En wat wil ik daar plakken? Ik wil namelijk op level 6 bijvoorbeeld wil ik ze plakken. Dan plaats ik ze even allemaal in de hoogte. En ik heb nog allemaal voetstukjes, maar ik wil hier dus een staander van maken. Zo kan je dus ook werken, staander. En ik wil hier dus een staander generiek met pen voor hebben, deze. En ik wil die plaatsen van volgende levels, namelijk level 0. En dan heb ik ze dus hier ook allemaal staan. Nou. En zo kan je dus ook de staanders in één keer doorplaatsen. En dan heb je dus rondom je model ook in één keer alle staanders staan. Nou, ik zal nog even een liggere tussen plaatsen om die staanders allemaal te verbinden. Anders valt het ook zo om. En als ik deze liggers ga plaatsen, kan ik dus in level 0 kijken. En dan kan ik ze dus hier ook in gaan plaatsen. Beam klik ik aan en ik wil deze liggers gaan plaatsen. Eerste type aanklikken. Ik wil namelijk een ligger hebben. En die ligger die kan ik hier namelijk selecteren. Een allround ligger.
Deze kan ik weer op mijn grids plaatsen. En dan kan ik in één keer even eentje terug. Want anders staat hij straks op level 2. Deze wil ik op level 0 hebben. Dus wel altijd goed op je instellingen letten. Op level 0 op de grids wil ik ze plaatsen. En dan kan ik ze hier gewoon selecteren. En dan zie je dat hij hier tussen daar één keer allemaal de liggers heeft geplaatst. Nou, je ziet wat je maakt. En dat is wel een heel mooi voordeel hiervan. Je ziet gewoon gelijk, ik heb dus mijn voetplaat staan. Ik heb daar mijn voetstuk bovenop. En die liggen koppelt hem ertussen. Nou, de bovenop staat dus mijn staander. Ook qua geometrie passen ze allemaal in elkaar. En dan worden ze dus ook aan elkaar gekoppeld. Nou, naast dat je dus ziet wat je doet, is ook een groot voordeel dat je in jouw schedules gelijk ziet wat je hebt. Namelijk, stel ik wil zien hoeveel verschillende voetplaatjes ik heb, want ik kan ze allemaal tellen. Maar dan ben ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dat kan ik zo doortellen. Dat is heel erg leuk. Maar het leuke aan Revit en aan slimme software is namelijk dat je gelijk je uitdrukstaat hebt. Als ik nu mijn klom aanklik, zie ik hier namelijk een lijstje staan. Dit zijn de kolommen die ik net heb geplaatst. Dus mijn voetstuk, mijn voetplaat en mijn staander. En wat je ziet zijn namelijk hier, die onderdelen staan hier. Het aantal staat namelijk hier. 40 stuks van elk heb ik hier nu staan. Nou, dit rijtje rijdt nu zo'n beetje op elkaar. Maar je kan hem dus ook nog sorteren. Stel je overal een voet eronder hebben. Dan zal het ook nog kunnen. Dan kun je zeggen, ik wil per family wil ik namelijk dat hij hem optelt met een lijntje eronder. Dan zie je namelijk dat hij hem, en dan staan er 40 stuks, buis 40 stuks. En dan zie je hier gelijk ook de aantallen komen. Een groot voordeel vind ik zelf dat je namelijk gelijk ziet, wat heb je nou in je model daadwerkelijk gemaakt en hoeveel stuks heb je ervan nodig. Artikelnummer staat er gelijk achter. En zo kan je hem dus helemaal koppelen aan je eigen artikelnummers ook. Tot zover heb ik dus de onderkant nog geplaatst. Wil ik dus nu de vlonders gaan plaatsen hier tussen. Dus hier tussen wil ik de vlonders gaan plaatsen. Dat kan ik namelijk ook doen vanuit mijn view. Gooi ik hem eventjes open weer. Level 0 wil ik hebben. Ik heb hem hier ook staan. En dan ga ik dus hier nu de vlonders plaatsen. Kan ik plaatsen door Beam aan te kijken. Klikken Beam System hier. En wanneer ik ze ga plaatsen, kan ik dat ook weer automatisch doen. Ik wil ze namelijk op 320 plaatsen vanaf begin. En dan kan ik hem hier dus ook rondomheen plaatsen. Nou, kan ik maar gewoon klikken. Heb ik de eerste geplaatst. Tweede. Derde. Nou, zo kan ik eigenlijk helemaal rondom mijn gebouw gaan. En dan kan ik dus eigenlijk zo rondklikken. En wat je ziet, is dat hij hem dus gelijk hier rondomheen plaatst. En dan kan je dus rondom je gebouw plaatsen. Eventjes allemaal. Sluit de functie even af. En als ik nu in 3D kijk, zie je namelijk gelijk dat je ook overal je vlonders hebt staan. Even checken, klopt die? Nee, hij klopt nog niet. Hij ligt te laag. En dat heeft eigenlijk te maken dat hij... ik heb hem even niet goed de hoogte op ingesteld. Maar je ziet dus ook gelijk of je iets goed plaatst of iets niet goed plaatst. En aanpassingen doen, dat kan eigenlijk vrij gemakkelijk. Wanneer ik hier deze wil aanpassen, kan ik dus pakken alle vlonders, het hele project wil ik selecteren. Nou, dus dan heeft hij deze geselecteerd, maar ook die aan de achterkant. Alles selecteert hij dan. En dan wil ik deze dus eventjes weer terug op zijn normale weergave zetten. En dan zie je namelijk gelijk dat hij hem ook erbovenop zet. Nou, nu klopt hij wel. Escape. En zo kun je dus ook, een van de voordelen is dat gelijk eigenlijk je ziet wat je maakt. En dat is wel heel erg prettig. Hebben we deze hier staan, hebben we eigenlijk voor de onderkant hebben we hem gemaakt. Nou, ik kan hier nog een diagonale in plaatsen, dat is een optie. Dat kan ik even doen vanuit mijn level 0. Ik wil hier een brace maken. Een diagonaal wil ik plaatsen. En die diagonaal die ga ik hier even weer opzoeken. In mijn type selector. Nou, een diagonaal wil ik hebben. En dan kan ik hier dus de diagonaal selecteren die ik wil hebben. Bijvoorbeeld deze. Welk level moet die lopen? Level 0 tot en met level 6 bijvoorbeeld. En dan kan ik dus ook plaatsen. Van bijvoorbeeld... Hier wil ik hem hebben naar deze. En dan zie je hem hier ook aan de buitenkant komen. Nou, maar als ik hem andersom draai, level 6 tot level 0 bijvoorbeeld. Dan zal hij hem dus nu ook andersom plaatsen van dit punt naar dit punt. En dan zie je hem hier ook aan de buitenkant staan. Nou, deze kun je in 3D ook gelijk zien. Dan zie je namelijk dat hij de schoren ook heeft gemaakt. Nou, dat zou je dus ook op die andere hoeken kunnen doen. Op deze bijvoorbeeld. En dan kan je hem zo rondom maken. Nou, ik wil hem eigenlijk helemaal in de steiger zetten. Ook de eerste verdieping. En dan wil ik eigenlijk ook boven de garage de voetplaatjes hebben.
En dan komt eigenlijk weer een iets lastiger stukje. Maar het is, het is niet allemaal recht toe recht aan. Dus af en toe kom je zulke onderdeeltjes ook tegen. Kun je best even kijken vanuit wat de hoogte is. Nou, de hoogte kun je het beste bekijken vanuit onze views. Ik heb hier een doorsnede A op staan en aan de andere kant doorsnede B. Ik zet hem een heel klein stukje verder. Dan kan ik nou zien dat hij hem precies erop zet. Even kijken wat de hoogte is. Wat is de hoogte? Ik zie namelijk hier dat hij de hoogte op... hier zie ik dat aan de zijkant de onderdelen aanstaan van mijn gelinkte view. Dus nu heb je de levels allemaal door elkaar heen staan. Zou je uit kunnen zetten. Kan ik wel even laten zien hoe dat werkt. Doen we eventjes tussendoor. Revit links. Ik wil bijvoorbeeld de onderdelen vanuit mijn link ook uitzetten. Kun je hier ook in aanpassen. Ze komen elke keer binnen op mijn andere scherm. Kan ik weer op custom zetten. En deze zet ik bijvoorbeeld ook op custom. En dan kan ik hierin de levels bijvoorbeeld ook uitzetten. En dan zie ik dat hij ook keurig opwerkt. Nou, dan zijn ze hier ook verdwenen. Even kijken. Level 5 zie ik hier staan. Level 6 zit hier boven. Nou, hoeveel boven level 5 zit hij? Dan zou ik hem kunnen opmeten bijvoorbeeld. Met een meetlintje. En dan zie ik dat hij 300 boven level 5 het dak zit, zeg maar. Dus als ik hier een spindel bovenop wil zetten, dan zal die dus level 5 plus 300 gemaakt moeten worden. Nou, dat kunnen we doen. Dan gaan we naar level 5 kijken. In onze lijst zien we hier namelijk de level staan. Klik ik hem aan. En dan wil ik hier bovenop, dus op mijn garage, dat ik ook een paar spindels plaatsen. Zodat ik daar namelijk weer een voetstuk bovenop kan zetten. En vervolgens de staan dus rondom mijn hele gebouw. Nou, dat kan ik hierin doen. Dus ga ik naar column weer. Ik ga even kijken van, hé, wat voor column wil ik hebben. Ik wil geen voetstuk hebben, maar ik wou een spindel hebben, zei ik net. Oh, goed typen. Spindel. Ik wil namelijk een, niet van Blitz. Ik wil namelijk een normale spindel hebben van 600. Deze. Deze wil ik op mijn grid plaatsen bijvoorbeeld. Nou, kan ik ze hier plaatsen. De hoogte doe ik eventjes achteraf. Dat kan namelijk nu niet vooraf. Zeg ik deze wil ik selecteren. En bijvoorbeeld deze. En dan heb ik hier bovenop mijn, mijn voetstukje staan. Nou. Die kan ik hier plaatsen. Dan kan ik deze misschien ook nog wel even selecteren. Deze en deze wil ik dan bij hebben. Dan heb ik ze hier ook staan. Kan ik ze bevestigen. Zie ik dat de hoogte niet direct goed is waarschijnlijk. Ga ik even kijken met doorsneden. Dan zie ik dat ze nog in mijn dak staan. Nou, we hebben net geleerd dat als we deze aanklikken, rechtermuisknop, kan ik ze dus in mijn hele project dus ook selecteren. Dus ik heb nu al mijn spindels in mijn hele project. Ik heb nog geen spindels gebruikt. Dus dat is een makkelijke filter. Je kan ook anders filteren. Maar dit is even een makkelijkere filter. Ik had deze op 300 hebben. Dan zal deze ook één keer allemaal in omhoog plaatsen. Dus je zult in je hele project even controleren. Dat ze dus ook allemaal hierboven op het dakje staan. Dus die spindels. Nou, even kijken. Andere kant ook even kijken nog. Klopt dat wat ik zeg? Ja, dat klopt wat ik zeg. En dan willen we daar bovenop misschien wel weer voetplaten plaatsen. Nou, ik heb ze nog geselecteerd. Copy, paste, align select levels. En ik wil op level 6 bijvoorbeeld deze plakken. Staan ze even dwars door elkaar heen. Even kijken, gaat hij hem pakken. Geef even een foutmeldingje. Dan gaan we even verhogen. Naar level 6. En deze wil ik ook op level 7 hebben. Kan dat? Nee, gaat hij hem wel doen? Kijk. Deze is allemaal naar boven geplaatst. Ik wil geen spindel hebben, maar bijvoorbeeld een voetstuk. En dan kun je dus hier bovenop een voetstuk plaatsen. Nou, ik moet ze nog even terugzetten. Level 6 klopte niet, maar ik wil level... ik zal hem even terug naar beneden zetten. En deze zal ik ook even op level 6 zetten. En deze is min of plus 105. Nou, dat zijn een beetje standaardwaardes. Maar dan zie je namelijk dat ze ook allemaal goed gekoppeld worden. En dat ze dus bovenop die spindel komt. Nou, deze zou je eventueel nog kunnen aanpassen. Dus ook allemaal parametrisch. Dan zie je de stelmoer staan. Stel je boom het hoger of lager hebben. Stel ik zal hem op min 25 zetten. Dan zou je hem nu omlaag zien gaan. Of omhoog zien gaan. En stel ik zal hem hier op 0 zetten. Bijvoorbeeld op 0 zal hij iets hoger zitten. Of min 50. Dan zie je dus hier omlaag gaan. Zo kan je dus ook die stelmoer nog aanpassen op de hoogte die je graag wil hebben. En het is allemaal parameters dus opgebouwd. Wil ik hier bovenop misschien wel mijn staanders hebben? Nou, ik ga eerst mijn liggers even koppelen. Daar ga ik nu eerst mee beginnen. En dat doe ik vanuit level 6 weer. Klik die aan. En dan kan ik hier dus ook mijn liggers bovenop maken.
kijk vanuit mijn bovenaanzicht weer. Dus ik kijk heel vaak vanuit een bovenaanzicht, van een zijaanzicht, om goed te kunnen kijken waar ik zit. Dus ik combineer de 2D views en de 3D views eigenlijk met elkaar om vervolgens mijn model voor elkaar te krijgen. Beam klik ik weer aan. Ik wil weer een allround ligger hebben. Zoek hem even op. Klik hem aan. Ligger typ ik in. En dan zie ik hier namelijk de ligger weer. Selecteer ik mijn grids weer. On grids. En dan kan ik ze hier dus ook in selecteren. En wat je ziet is namelijk dat hij hem overal gelijk nu plaatst. Ik heb niet gelijk mijn level even gecheckt. Dat moet je eigenlijk van tevoren even doen. Maar dan kun je dus ook de liggers zo plaatsen. Ik kan ook wel even 3D snel kijken. Hij staat hier op level 6. Check. Had ik even van tevoren moeten doen. Maar dan zie je ook dat hij hem dus hier gelijk ook in verbindt. En dan kopt hij hem dus ook helemaal aan elkaar. Kan ik nu weer... de staande zijn geplaatst erbovenop. Die hier bovenop komen. Dat is een optie. Of ik plaats hier eerst de vlonders op. Daar ben je vrij in. Maar zo kun je uiteindelijk steeds doorgaan. Nou, level 6, ik wil bijvoorbeeld hier vlonders weer op hebben. Of stijgerplanken is ook nog een optie. Kunnen we ook bijvoorbeeld wel even doen een keer. Dan pakken we stijgerplanken erbij. Beam system, ik wil namelijk een vlonder heb ik hier staan. Maar ik wil juist hier stijgerplanken voor hebben. Kan ik hem hier switchen. En dan kan ik zeggen, ik wil hier graag stijgerplanken tussen hebben. En dan kan ik ze weer allemaal zo rondom aanklikken. En zo werk je eigenlijk 3D je hele model op. Ik kan zo weer even de materiaallijst erbij pakken. En dan zie je hem gelijk dat hij hem steeds verder opbouwt. Deze pakken we erbij. Die nog eventjes. En zo kun je rondom je gebouw steeds verder gaan. En dan zie je hem ook steeds verder opgebouwd worden. Nou, heel veel in 3D bekijken. Pak het huisje er even bij. En dan zien we namelijk hier onze stijgerplank ook tussen zitten. Even afsluiten nog. Oh, ik heb vlonders geplaatst. Nou, even switchen. Ik heb de verkeerde geselecteerd. Vanuit level 6 kan ik ze dan even het beste pakken. Dan kan ik namelijk ook een andere filter toepassen. Namelijk select visible in view. Dan heb ik alleen deze gepakt. En ik dacht namelijk dat ik stijgerplank had. Dan switch ik hier even in naar bijvoorbeeld niet deze. Maar ik wil juist een stijgerplank hebben. Kijk, en hebben we deze. Klikken die aan. Dan moet hij even nadenken. En dan gooit hij ze naar stijgerplanken. Check. Kijk. En heeft hij ze ook aangepast. Nou, heb ik niet alles geselecteerd. Nou, ik kan beter even een paar stapjes terug, merk ik dus al. En anders laat ik laat de vlonders wel even gewoon lekker zitten. Dus ga ik de bovenste verdieping wel uit de goede zetten. Je ziet hem namelijk nu een paar stappen verder gaan. Ctrl Z, één stapje terug. Zo. Ga ik de bovenste verdieping wel op de stijgerplanken maken. Pas ik die straks later wel aan. Ga ik deze bijvoorbeeld nu even terugzetten. Anders moet ik even alles terugzetten. En dan kan ik ze beter hierin even selecteren. Voor het model nu maakt het even niet uit. Kan ik deze aanklikken. Ik wil namelijk alles in deze view hebben. En dan kan ik hem dus ook vervolgens op de justification op de goede level zetten. Namelijk op de bovenkant. Select visible and view. Alle onderdelen. En deze wil ik weer op het origineel zetten. En dan heb ik hem daar weer bovenop staan. Nou, ik zie hier weer bovenop staan. Dan heb ik deze hier klaar. Misschien wil ik wel de staandes hier bovenop weer zetten. Dat kan. Dat kan ik namelijk weer in level 6 of level 7 kan ik ze plaatsen. Pak even level 7 erbij. Wil ik hier de staandes bovenop zetten. Die kan ik weer met een kolom doen. En dan zie ik geen voetspindel, maar ik wil weer een staander hebben. Staander pak ik erbij. Staander met pen. Deze wil ik hebben. Ik wil ze nou plaatsen tot en met level 12 op mijn grids. En nu kan je bij wijze van spreken al je grids selecteren, want je wil ze nu overal hebben. Nou, en zo kan je dus steeds overal elke keer al jouw grids en onderdelen steeds plaatsen. Overal nu neergezet. En dan kan ik ze dus hier ook even weer in selecteren bijvoorbeeld. Even kijken. Nou, ik heb ze hier staan, rechter muisknop. Select all instance, visible view.
Ik zal hem nog even op level 6 zetten. De OTIP te staan. Apply. En dan kijken we in onze 3D view hoe dat er weer uitziet. En dan hebben we hier dus onze staanders allemaal bovenop staan. Nou, de staanders kunnen max 6 hoog. En dat is ook de maximale hoogte dat hij hem kan pakken. En zo kun je eigenlijk steeds rondom je gebouw gaan. En het mooie is, hij telt hem nog steeds op. Maar als ik nu mijn kolommen bijvoorbeeld aanklik, zie ik nu al dat er meer staanders bij zijn gekomen. Er zijn nu 96, voetspindel 16. Voetstukken zijn ook omhoog gegaan. En dan zie je ze hier namelijk steeds opgeteld worden. En zo kan je namelijk steeds al je materialen dus bijhouden. Wat je maakt, dat telt hij op. En wat je dus modelleert, dat ziet hij dus ook. Dus dat pakt hij steeds bij elkaar. En misschien wil ik hier wel even een ankertje nog aanplaatsen tot aan het gebouw zal kunnen. Dat is een optie nog, ofwel aan de zijkant nog even een leunetje maken. Dat zijn dingen die er nu ook nog bij kunnen komen. Nou, laten we eerst met een anker beginnen. Ik wil op level 7 een anker plaatsen. Dat kan ik namelijk hier doen. Die anker wil ik plaatsen met een... vanuit een beam. Dus pak deze er even bij. En wil ik hier dus een anker hebben. Nou, zoek ik even op verankering. En dan zie ik hem hier staan. Deze wil ik gebruiken. Ik wil hem namelijk tekenen op level 7. Dus ik klik hier ook level 7 weer even aan. En die anker wil ik dus hier gaan plaatsen. Nou, tot aan de muur. Plaats ik hem eventjes. Zie ik dat hij een klein stukje qua hoogte niet helemaal lekker zit. Zet ik deze even op 0. En even kijken, dan pakt hij hem. Check. Nou, nu zie ik hier de koppeling aan zitten. En die wil ik even terugzetten. Namelijk op 500. Kijk, nu klopt hij weer. Dan zit hij hier namelijk. En die andere koppeling, deze, die wil ik uit hebben. En die kan ik namelijk hier ook in uitzetten. Het zijn allemaal parametrische onderdelen. Wat zet ik dan straks uit? Nou, dat kun je hierin zien. Ik heb hier net namelijk een anker aangetekend. En die anker die is nog wel iets te kort. Die ga ik zo langer maken. Maar je ziet hem namelijk hier zitten. Hij moet ook iets hoger. Nou, je ziet wat je maakt, zeg ik altijd. Dus je kan hem ook hoger zetten hier. Ik wil hem 100 boven level 7 zetten. Ik zet hem hier ook op 100. Oh, niet 1100. Anders schiet hij hard omhoog. En ik kan hem hier dus ook boven plaatsen. Hij moet nog iets langer worden, zie ik al. Dus ik ga hem ook iets langer tekenen. Je kan hem hier pakken. Maar dat vind ik zelf niet altijd de makkelijkste manier. Dus ik pak hem liever uit mijn view. Dan weet ik zeker dat hij ook gelijk recht staat. Dus ik ga hem hier een klein stukje terugtrekken. Dan kan ik hem hier namelijk op lengte ook zetten. En dan zie je ook dat hij hem in 3D dus daadwerkelijk gelijk ook op lengte zet. En dat je die buis dus ook hier hebt. Je ziet hier nog een ankerstuk zitten. Je kan hem bij wijze van spreken helemaal doortrekken tot die andere. Maar je kan ook zeggen, ik wil graag de tweede koppeling, wil ik graag uit hebben. En dan zie je dat hij hier dus ook uit wordt. Deze heb ik hier nu geplaatst. Er zit ook een moer aan. Die zou je ook bij wijze van spreken nog, of een oog zit er nog aan. Die kun je nog uitzetten. En zo heb je dus meerdere opties die je kan toepassen. Nou, dus hier kun je steeds nieuwe dingetjes indoen. Deze kan ik bij wijze van spreken ook kopiëren met de copy-functie. Kan ik zeggen, ik wil een multiple. En ik wil ze namelijk kopiëren van deze grid naar deze grid naar deze grid. En zo kunnen wij spreken ook gemakkelijk door je hele project heen plakken. Nou, even kijken in 3D. Zie je eigenlijk in de hele voorkant dat die dus nu verankerd is. En die kunnen wij spreken ook omhoog zetten. Dus zo kun je de ankers toepassen. Nou, wil je voor de metselaar wat stenen hier aan de zijkant hebben? Bijvoorbeeld consoles, dat kan ook. Pak level 6 er even bij. Deze plaats ik... deze kan ik hier via structure plaatsen. En dan wil ik hier dus ook de... Even kijken. Console is de plaats via de trust. En dan wil ik hier namelijk een uitschuifconsole hebben. Even kijken. Die pak ik erbij. En ik wil hem bijvoorbeeld vanuit hier wil ik hem gaan plaatsen. En dan kan ik dus hier op 700 bijvoorbeeld zetten. Ik heb hier staan. Even 3D kijken. Even controleren wat ik gedaan heb. Ik heb hier namelijk een... stuk bij aangezet en ik wil hier straks ook mijn planken bovenop maken bijvoorbeeld. Laten we hier straks dan die stijgerplanken maar bovenop zetten. Dan kunnen we die ook mooi pakken. Deze selecteer ik. Of ik plaats hem nog een keer. Level 6. Deze wil ik hebben. Copy. Van dit level naar dit level en kan je hem weer doorplakken. Net als de ankers bijvoorbeeld. Nou, we hier al die onderdelen nu staan. Deze misschien nog wel. En dan kun je hem dus steeds doorplakken.
En dan zie je namelijk jouw onderdelen verstaan. Wat je hier dus hebt, heb je dus die consoles geplaatst. Wil je misschien planken plaatsen? Dat kan je dus weer doen met een beam system. Dan gaan we dit keer wel planken plaatsen. En dan kan je hier namelijk op structure weer klikken. Beam system. Even de goede selecteren. Stijgplanken. Want ik had hier net namelijk nog de rozen staan. En daar ging ik eventjes de fout mee in. Dat zou ik eerlijk erkennen. Als ik hier nu stijgen invul, kan ik wel de stijgplanken dus ook selecteren. En dan kan ik dus hier ook bovenop plaatsen. Nou, automatisch komt sketchen van dit punt hier. Je kan hem ook iets langer maken. Normaal gesproken maak je hem iets langer. Maar ik zal hem even van punt naar punt tekenen. Even op mijn vierkant. Vind ik zelf even het makkelijkste. Aan de binnenkant tot hier aan de binnenkant. En stel ik wil hier dus mijn planken bovenop zetten. Nou, dan kan ik hem eigenlijk zo doorplakken. En dan zie je namelijk hier ook een stijgerplank op zitten. En dan zie je dus ook dat niet alleen de roosters meegenomen moet worden, maar ook de stijgerplanken. Nou, ik zal ze de volgende keer wat langer tekenen. Maar dan kan je hem hier dus opzetten. Je kan hem ook nog hoger plaatsen, die stijgerplanken, want nu zijn ze nog iets te laag. Nou, hoe kan je hem hoger plaatsen? Stijgerplank weer selecteren, rechter muisknop, visible in view. Selecteer alleen deze drie, kan ik hier nog controleren. Er staat een aantal van 3. En dan kan ik dus ook omhoog zetten op het origineel. En dan staat hij dus op het juiste level. Wil ik ze wat langer maken, dan kan ik het hier ook mee doen. Ik kan hier ook 500 invullen. En hier ook 500. Dan zie je ze allebei de kanten. Straks even kijken, pakt hij hem? Nee, nou. Dan moet ik hem van mijn system pakken. Maar dan kan je hem dus ook langer zetten. En zo kan je dus ook langs de zijkant in jouw stijgerplanken plaatsen. En zo kan je hem eigenlijk helemaal rondmaken. Ik zal een level 7 en level 12 nog eventjes de bovenkant plaatsen. De liggers. En dan kun je met beam kun je weer een ligger pakken. En dan kan je dus helemaal rondom tekenen. Ligger generiek. Deze op de grids. En dan kan je dus helemaal weer selecteren als een optie. Dan heb je hem helemaal rondom getekend. Dan zeg je finish. Ik wil misschien op level 8 wil ik nog een zijkant erbij hebben. Dat hij hem voor de valbeveiliging, dat de mensen niet naar beneden vallen. Nou, klik level 8 aan. Dan wil ik alleen de zijkant hebben. Beam. En ik wil daar nog een allround ligger hebben. Ongrids. Selecteer ik alleen nu enkel de buitenkant. Die, die, die. En, oh, die niet. Shift-toets deselecteren. Deze. En deze. Heb ze langs de zijkant staan. En zo kun je dus ook aan de zijkant bijvoorbeeld jouw liggers plaatsen. Kijk. Dan heb je dus hier ook nu aan de zijkant zitten. Nou, je kan je hele model dus eigenlijk opbouwen hoe je hem wil hebben. En alle onderdelen vanuit de complete bibliotheek kun je toepassen. Nou, een groot voordeel hieraan is elke stijgerbuis is berekend. En er zit dus een waarde achter. En die kun je later weer doorrekenen in SIA. Zo kun je dus je hele model opbouwen. Dit is eigenlijk een korte notendop. Hoe je de modelletjes kunt opbouwen. Door middel van onze stijgerbibliotheek. En wil je er uiteindelijk straks meer van weten. Dat kan. Maar dit was in ieder geval de demo tot zover. Het mooie hieraan is dus die materiaallijsten. En wat echt een hele grote toevoeging is, wat ik net zei als laatste al, elke buis, elk element is berekend. En je kan echt alle materialen doorrekenen in SIA. Dus wanneer ze normaal gesproken alle onderdelen nog moeten berekenen en eigenlijk opnieuw moeten uittekenen, kan je dit Revit-model gewoon vanuit Revit inladen in SIA. Hoe werkt dat? Elk buisje, dus elke ligger, elke staander, zeg maar, heeft dus al een berekening meegekregen. En zo kun je dus de berekening helemaal eruit halen. Die groene zitten diagonaal in. En wat hij doet is namelijk dat je dus vanuit jouw Revit uiteindelijk een koppeling kan maken. Eigenlijk een plugin erbovenop die je naar SIA kan exporteren. Nou, je kan dus een export aanklikken op dit moment hier. En wat je dan kan doen is uiteindelijk in SIA leest hij je model in en kan hij uiteindelijk gelijk de berekening maken. En dat gaat gewoon heel veel tijd, energie en uiteindelijk ook geld besparen. En dat is wel het grote voordeel van deze stijgerbibliotheek. Dus je ziet wat je maakt. Je weet exact wat de materiaallijsten zijn. En uiteindelijk wordt die ook nog berekend. En naast het visuele stuk, dus ook het analytische stuk. Korte samenvatting. Bibliotheek bestaat uit meer dan 250 onderdelen.
Er wordt alleen getekend in Nederland met deze tuinbibliotheek en dat bevalt dus heel goed. Vandaar dat we hem ook verder op de markt gaan zetten. Visueel inzichtelijk, je ziet wat je maakt. Je zag mij net even die vlonders eventjes te laag maken. Plaats vergelijking van hoog, je ziet wat je doet. Je ziet ook wat je dus maakt, de koppelingen. Er zit toch een koppeling aan die kant, ik wil hem uit hebben of aan hebben, dat je daarmee aan de slag kan. Automatische materiaallijsten, dus hij trekt alles voor je uit qua materiaallijsten. Analytische berekeningen, hij wordt gelijk doorberekend in SIA. Dat is een hele mooie tool in deze stijgenbibliotheek. En ja, wilt u ook werken met onze stijgenbibliotheek? Dat kan. Dan kunt u contact met ons opnemen. En tot zover was namelijk de demo. Heeft u nog vragen? Dat kan. Dan mag u ze stellen via de chat. En dan zal ik ze daarin dus ook beantwoorden. En even kijken. Ik zie nog geen vragen binnenkomen. Dan zeg ik tegen jullie. Bedankt voor jullie belangstelling. En graag tot ziens. Wil je contact opnemen met ons voor de Revit-bibliotheek? Dan kan je dit dus op het volgende nummer doen. En dan kun je dus naar het volgende nummer ook bellen, mailen of naar de website gaan.